Goeiedag dames en heren, ik ben Gary Tjoep en ik ga jullie vertellen hoe je de monstera, oftewel de philodendron, de klimplant, een subtropische klimplant, kan voeden in de groeiperiode. Nou is dat zo, er zijn diverse voedingen op de markt. Je hebt bij de intratuin, je hebt koemest, je hebt varkensmest, je hebt kippenmest, dat zijn wormenpoep, vleermuizen, dus guanamest. Er is zoveel te krijgen voor planten, maar dat zijn hoofdzakelijk de tuinplanten en andere planten, maar niet de monstera. Natuurlijk, voor een monstera hebben we natuurlijk één soort voeding. Die hebben we hier. We hebben hier de monstera voeding. Deze voeding is ideaal en is speciaal samengesteld voor een monstera. Nou, de monstera, ook al genoemd vingerplant of vijfvingerplant, dat komt door de bladeren. De plant is genoemd namelijk aan zijn blad- en groeiwijze. Het is namelijk zo, het is een klimmer en die gaat helemaal via het plafond, helemaal door tot over de andere kant van het plafond. Dus dat is een flinke jongen, ga ik je straks laten zien. Maar hij zit volop in de groei. Hoe kan je dat nou zien? Nou, je hebt hier namelijk wat oude bladeren. Die zijn oud en donkergroen. Die zijn niet heel mooi meer. Maar hier zo, wat hebben we hier zo? Iets buigen, natuurlijk. Iets buigen, ja, natuurlijk. Hier zo, zie je een hele jonge scheut. De jonge scheut geeft nieuwe bladeren. En heeft natuurlijk al zijn kracht nodig, al zijn voedingsstoffen om goede bladeren en goede stamzetting te verkrijgen. Het is dus belangrijk dat we dus een plant hebben in de huiskamer, dat we de juiste voeding bij de plant zoeken. Nou is dat zo, deze voeding dames en heren is namelijk een ideale, complete, kant-en-klare voeding. Hij hoeft alleen vermengd te worden met water. Nu is dat zo, men ziet hier dit flesje. Dit flesje is 250 ml. Nu is dat zo, dit flesje gaat er hele lange tijd mee, aangezien het hier draait op één plant. Oké, dit is een hele grote plant, maar dat houdt niet in dat we meer of minder voeding moeten geven. We houden de richtlijnen aan van deze fles. Natuurlijk is het zo goed als hartje winter op dit moment buiten. Het is hartje winter, er ligt nog geen sneeuw, maar het is wel december op dit moment. En ik heb deze voeding gisteren gekregen van een maatje in principe, zogezegd een YouTube-fan, maar het is een maatje. Van hem heb ik deze voeding gekregen, ook met andere voedingen erbij. Want dit is gewoon een kant-en-klaar versie voor de philodendron. Maar heb ik ook voedingen gehad van ander soort planten. Dat bespreek ik in ander soort video's. Die komen nog met de tijd. Dus we gaan in principe laten zien hoe je dit flesje aanmaakt. Nou, mensen vragen zich natuurlijk af, hoeveel gebruik je nou van zo'n flesje? Nou, normaal gesproken gebruik je vaak één zo'n flesje. Twee van die halve dopjes, dus twee hele dopjes, dus je vroeg de dop eraf, je haalt hem ondersteboven en giet er voeding in. Dat ongeveer twee keer tot aan het helft van een dopje of 2 liter water. Dus we zien ook wel in die verhouding dat dat ook vrij zuinige voeding is. Dus deze voeding is kant-en-klaar bedoeld voor de monstera. Er zit alles in wat de monstera nodig heeft. De stengeltraining, de bladvorming, de wortelvorming, de voedingsoplossing, de watertoevoegingen. Alles heeft te maken met een goede grow en een goede kweek. Maar daarvoor hebben wij natuurlijk de philodendron plantenvoeding. Nu is dat zo, dan vraag je af wat is ongeveer een liter. Nou, dit gietertje is ongeveer een liter. Om en nabij. Dus voor één zo'n gietertje gebruiken wij namelijk één zo'n dopje. En ik ga je laten zien hoe dat werkt. Ik ga hem even aanmaken, maak ik hem even open. Er zit een anti-kindersluitbeveiliging op dat dop, dus dat werkt ook super. Dus je moet hem even indrukken voordat je hem losgroeit. En dan gaan we even ruiken of het stinkt. Valt reuze mee. Ik ruik bijna niks. Ideaal. Nou, dan hebben we, dus het stinkt ook niet eigenlijk, dus dat is ook wel een goeie, want koemest, kippenmest, varkensmest, dat soort meststoffen, die stinken nog heel erg met koe of poep van een dier, omdat het eigenlijk een meststof is en het heel veel stinken. Je hebt koemest en kippenmest en varkensmest in korrelversie, maar ook de poeierversie. Nou is dit namelijk een vloeibaar versie, is wat anders dan de poeier. De poeiervoeding trekt namelijk diep de grond in en verdwijnt heel snel. Korrels is het nadeel dat als het op de oppervlakte van de aarde blijft liggen, dat dat heel lang duurt voordat dat oplost en in de grond zit. Vloeibaar is eigenlijk net zoals de poeierversie eigenlijk. Het is heel vloeibaar, diep de grond in en de wortels kunnen mooi de voedingsstoffen opnemen die je nodig hebt. Natuurlijk is het belangrijk dat je onderin de pot natuurlijk wel voor zorgt dat er gaatjes zitten
Zodat overtollige water en voedingen kunnen afvloeien, zodat de plant niet met natte voeten blijft zitten. Het is namelijk wel een fokliefhebber, dus ze lust ook wel eens in de week, één keer in de week, één keer in de twee, drie weken. Zodat een klein soort voeding is meer dan genoeg. Gooi nou niet zo heel erg gewijs eens zo'n scheutje erin, want dat is echt veel te veel. We gebruiken hier namelijk één klein dopje. We zien hier een dopje die helemaal schoon is. Dan heb ik hier een flesje en dan giet ik hem vol tot een half dopje, zoals we zien. Eens zo'n dopje op zo'n hele gietertje is meer dan voldoende. Natuurlijk is het belangrijk dat goed gemeten wordt wanneer je voeding geeft en hoe je voeding geeft. Natuurlijk is dit gewoon een vloeibaar goedje. Van plantenvoeding die eigenlijk geschikt is voor de philodendron, zoals deze, oftewel de monstera, ook wel genoemd. Dan hebben we hier dus dat voeding neerzetten, dan moeten we hier water in gaan doen. Dat is natuurlijk altijd logisch. Wat kan je nou gebruiken voor water? Wat is nou het beste? Het beste blijft natuurlijk verse regenwater op kamertemperatuur. Blijft het allerbeste. Maar heeft men dat niet, dan is het beste om handwarm kraanwater te geven. Geef de planten nooit koud kraanwater, want koud kraanwater kan heel koud wezen voor de plant. En dat kan de wortels en de plant een shock geven, waardoor de plant minder goed zijn best kan gaan doen in de toekomst. Dus waardoor ook nog eens kans op overlijden in het ergste geval. Dus we dienen aan handwarm kraanwater te pakken. Nou, gaan we dan even doen. En dan ga ik je meteen de groeipunten laten zien. In fotovariant, hoe de groeipunten eruit zien en hoe de dikke stam eruit ziet. Foto's volgen. Koppie! Nu hebben we dus de planten gezien met de stokken, de bladeren, zowel oude bladeren als lichtgroene bladeren. De lichtgroene bladeren en de lichtwitte tot lichtgroene stengels zijn verse groei van no time. Dus we gaan de plant een powertje geven, zodat die nog beter zijn best kan gaan doen in het aanzetten van groeistengels. En natuurlijk hopen dat hij meer bladeren krijgt. We hebben de donkergroene stengels gezien, bovenin en onderin. Die donkergroene stengels zijn namelijk hele oude stengels. Neem me niet kwalijk, mijn buurman moet even boren. Dus ik hoop dat jullie me kunnen blijven verstaan. De buurman hierboven zit met gaatjes boren. Dus moet ook gebeuren natuurlijk. Ik heb buren, hè, want ik woon hier in een jongere flat. En ik ben dus heel blij met deze monstera. En met mijn buur. Het wordt dan natuurlijk wel geleerd. Maar het is natuurlijk wel een gatenkaas hierboven. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar we gaan dus verder met de monstera. Nu heb ik dus hier zo het gietertje aangemaakt met het water en het voeding voor de philodendron. Nu is het zo, onderop deze kant heb ik eerst de voeding gedaan, daarna het water erop. Dat zorgt ervoor dat het best wel goed vermengd wordt. Nu is het natuurlijk het beste om nog beter te mengen met een lepel of met een roerijzer of iets, weet je. Dat je het even goed met elkaar vermengt, want dan weet je zeker dat de voeding goed verdeeld wordt in de gieter. Het is natuurlijk niet een hele grote gieter, dit is ongeveer maar een liter. Dus wij gebruiken hier één dopje van. Heeft men meerdere planten, dan is het handig om grotere hoeveelheden te maken. Dit is maar van één plant in huis. Er is de philodendron achter mij, oftewel de monstera. Die gaan we nu een slokje geven. Ik zal het ding even neerzetten en dan pak ik jullie erbij. Hier zien wij de kopstuk van de plant. Dit is het uiteinde van de plant. We zien hier ook mooie groenpunten. Deze plant heb ik gebonden aan het plafond met een touw, waar die op rust eigenlijk, met de wortels eromheen gebonden zodat hij houvast krijgt. De wortels zijn namelijk steun- en luchtwortels. We zien, de plant is wel wat kaal, maar hij krijgt nieuwe zijscheuten. Zoals we zien, hier een zijscheut en hier een zijscheut. Dus de plant geeft allerlei zijscheuten en de vertakkingen als hij het naar zijn zin hebt. Het is dus een prima periode om te voeden. We zien dus aan de plant dat hij wel zin heeft in een slokje. Hier hebben we de aarde. We zien hier een aarde van een houterig, bosachtig, vrij luchtig, goed water doorlatende grond. We dienen dus af en toe water te geven omdat hij ook bij een warme plek staat in de huiskamer. Nu is het namelijk zo dat enkel de wortels van deze plant die nemen de voedingsstoffen op. Die zitten namelijk in de grond, die wortels. Deze planten geven ook genoeg luchtwortels en steunwortels. Maar deze wortels nemen geen vocht op. Enkel de wortels die in de aarde zitten,
diepere functie om vocht en voeding op te nemen. De bladeren nemen dus geen voeding op. Het is dus niet nodig om de plant te besproeien met voeding, enkel te gieten met voeding. Dit zal de plant ten goede doen voor groei en bloei. De philodendron, deze plant dus, is dus eigenlijk een klimmer. Die groeit van nature in boomtoppen op zoek naar het lichtpuntje van de tropen. Het is dus een echte tropenplant en houdt van veel water. Natuurlijk is 3 keer in een week sproeien ook en vindt hij ook erg lekker. Dat doet haar erg goed. Dit was dus de philodendron monstera met het voeden daarvan van een 5 meter grote plant. Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Dit was de video van het voeden van de philodendron of de monstera. Met natuurlijk de bijbehorende philodendron voeding. Ik wil jullie dus bedanken voor het bekijken van deze video. Dit was informatie rondom het voeden van de philodendron. Het voeden kan natuurlijk als enige tip nog die ik kan meegeven. Als allerlaatste tip is voeden een plan van maart tot en met, oktober. Van maart tot oktober is de beste periode om te voeden. Nou mensen, vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft van mijn nieuwste video's. Nou mensen, adios amigos. Doei!